Nou, ik stel voor, ook in verband met de tijd en het volle programma dat we hebben, om te gaan beginnen. Ik kijk even naar Jasper en Vicky. Zijn jullie er klaar voor? Mooi. Dan heet ik in ieder geval alle bezoekers voor vanavond van harte welkom. De eerste webinar in een serie van European Citizen Bank. En ik zal even kort toelichten. Het initiatief dat is opgericht om mensen, gewone mensen zoals wij, te kunnen laten begrijpen wat de ECB doet. En door mensen in staat te stellen de bank te gaan vertellen wat voor hun van belang is. En gezamenlijk die Europese economie weer kunnen opbouwen die in dienst staat van burgers. Nou, dat is een mooie zin. Wat we hier gaan doen is opgezet een initiatief van een aantal partijen. Dat is in ieder geval Positive Money Europe. En dat is een non-profit organisatie die vanuit Brussel opereert met eigenlijk heel Europa als aandachtsgebied en op zoek is en ook communicatie en campagnes doet rondom het geldsysteem dat weer eerlijk, democratisch en een duurzame economie moet gaan ondersteunen. En we spreken straks ook Vicky, die gaat ons daarvan alles over vertellen. En andere partij die dit organiseert is Participis. En dat is een Belgische organisatie en zij zijn gespecialiseerd in het organiseren van burgerinitiatieven. Mijn naam is Maarten Nijman. Ik ben directeur bij Our New Economy en wij richten ons op het veranderen van denken over economie naar een economie die rechtvaardig is voor allen binnen de grenzen van de aarde. En vanuit die hoedanigheid ondersteunen we dit initiatief natuurlijk ook van harte. Wat we voor u allen vanavond in petto hebben is een programma dat zo direct begint met een hele korte vraag aan jullie. Een poll. En daarna gaat er een introductie plaatsvinden op dit programma van de European Citizen Bank door Vicky van Eyck van Positive Money Europe. En om nou een beter beeld te krijgen van ja, wat is dat dan zo'n ECB en waar gaat dat eigenlijk over en hoe zit zo'n monetair systeem in Europa en in elkaar, hebben we onze macro-econoom Jasper Luckeyse bereid gevonden daar vandaag een goede presentatie over te doen. En aan de hand daarvan ontstaan er ongetwijfeld een reeks vragen die via de chat gedeeld kunnen worden. En aan de hand daarvan denk ik dat we het zomaar heel gemakkelijk richting 9:30 kunnen redden met elkaar. En dan ronden we af. En niet voordat we dan nog een laatste poll gedaan hebben om eens te kijken wat nou het beeld is. Wat willen we nou eigenlijk dat die ECB voor ons gaat betekenen? Dat in het korte programma. Ik denk dat het een goed moment is om de poll te gaan starten, want we zijn namelijk heel nieuwsgierig wat uw kennis is van het financiële reilen en zeilen en misschien wat specifieker rondom bankair, Europese bank. Dus ik ben benieuwd naar de antwoorden. Maar kloppen de geruchten dat als iedereen hier nou uitstekend invult dat ik een andere presentatie moet maken? Ja, ik hoop dat je in de tijd, want de presentatie van Vicky duurt ongeveer 10 minuten. Dus dan kun je nog iets anders in elkaar sleutelen. Ja, precies. Oké. Maar ik denk, ik zou niet te druk maken. Volgens mij komt het helemaal goed. We hebben een heel gemêleerd publiek. Een paar mensen zitten zelfs te twijfelen over het antwoord. Dat is ook mooi. Ja. Maar je zit natuurlijk wel een soort van, ik bedoel, hoe groot is jouw financiële kennis? Ten opzichte van wie, weet je wel? Als je een expert bent, dan denk je, dan ken je ook een aantal andere experts. En dan denk je, nou, zij weten veel meer dan ik. Ja, ik had misschien, als jij hier niet zat, Jasper, had ik wel uitstekend durven invullen. Maar nu ga ik toch richting laag, denk ik. Oké. Een paar mensen die komen niet tot een antwoord. Ik denk dat het een goed moment is om de poll even te sluiten. Dan kunnen we dat met elkaar delen. Even, ik ben wel heel benieuwd. Even het inzicht. We hebben een mooie verdeling. Dus we hebben een kleine helft. 44% die zegt, ja, mijn kennis van het financiële systeem is laag. We hebben een 39% die zegt, die is goed. En we hebben een paar echte experts in de zaal zitten. Ik denk dat dat een mooie basis is voor deze avond. Want dan kunnen we misschien ook met elkaar in gesprek.
Goed, laten we starten. Ik denk, dank voor de poll even in de tussentijd. Dan moet ik eventjes met de muis bewegen, volgens mij. Als eerste wil ik graag aan jullie voorstellen Vicky van Eyck. En zij is de projectleider en landelijk coördinator. Haar achtergrond zit in de hoek van rechten. En ze heeft eerder gewerkt bij het Europese parlement. En nu voor Positive Money Europe. Vicky, ik ga jou zo het woord geven. Maar ik zit wel te kijken hoor. Ik heb natuurlijk ook even de website. Daar staat een begrippenlijst. We hebben het over inflatie, deflatie, liquiditeit, monetaire financiering, secundair mandaat. Ik ga die lijst door. En ik denk, ja, dat zijn een hoop mooie begrippen. Maar wel voor experts. Het lijkt zelfs een beetje geheimtaal voor burgers. Je zou zelfs kunnen afvragen wat wel de bedoeling is dat burgers mee gaan praten. En als wij dat eigenlijk wel willen, hoe zouden we dat kunnen gaan organiseren? En ik hoop dat jij in je presentatie daar wat nader over kunt zeggen. Ja, dankjewel Maarten, met plezier. Goedenavond iedereen, mijn naam is Vicky en ik ben Finance Operations Manager bij Positive Money Europe. En ik beheer ook het project European Citizens Bank in vijf verschillende landen. Dus dat is Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. En ik ben ook landcoördinator voor Nederland. Dus ik heb veel verschillende hoeden op. En ik ga nu mijn scherm delen en een beetje meer vertellen over die European Citizens Bank. Zien jullie allemaal mijn presentatie? Ja, hij staat nog in de voorkijkmodus. Ja. En ik zie in de chat dat iemand zegt, je bent slecht te verstaan. Misschien dat je nog iets dichter bij de microfoon kan zitten, dan ja, komt het helemaal goed. Is dat beter? Oké, dan beginnen we zo. Dus ja, wat is nu het European Citizens Bank initiatief? Dus het initiatief, zoals Maarten heeft uitgelegd, is gelanceerd door Positive Money Europe. Ik zal een beetje meer vertellen over de financiering die we daarvoor hebben gekregen. Maar we hebben dus dit platform gelanceerd met als doel om mensen bewust te maken van het huidige monetair systeem. Waarom willen we dat doen? De Europese Centrale Bank is een van de machtigste instellingen in Europa vandaag. Haar beslissingen hebben invloed op huizenprijzen, op ongelijkheid, werkgelegenheid en ook ons vermogen om de klimaatverandering te bestrijden. Nu, met de huidige gezondheidscrisis en economische crisis is haar rol alleen maar belangrijker geworden. Maar ondanks die belangrijke rol voelen mensen dat de Europese Centrale Bank eigenlijk ver verwijderd is van hun dagelijkse leven. En dat is een probleem dat de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, ook al heeft erkend. En vorig jaar, toen dat ze aankondigde dat de bank haar strategie herziening ging opstarten, dus dat ze haar beleid gaat bekijken of dat het eigenlijk nog wel past voor de uitdaging dat de economie vandaag voorstaat, heeft ze gezegd, we willen de burgers raadplegen tijdens deze evaluatie. Nu heb je misschien de vraag van, ja, als de Europese Centrale Bank de moeite aan het maken is om burgers te laten meepraten, waarom hebben we dan eigenlijk dit European Citizens Bank initiatief opgestart? Het korte antwoord is dat we vonden dat de maatregelen die de bank genomen heeft eigenlijk niet voldoende waren. Meestal omdat er niet genoeg informatie was om de nodige voorkennis te hebben om eigenlijk mee te kunnen praten. Om een voorbeeld te geven, vorig jaar heeft de Europese Centrale Bank een ECB Listens event georganiseerd, waar dat ze naar maatschappelijke organisaties hebben uitgenodigd in Brussel om naar hun te luisteren. En Positive Money Europe heeft er heel veel werk in moeten steken om die organisaties voor te bereiden voor deze event, om de nodige voorkennis te geven. En daarom willen we met dit project eigenlijk het gat in het kennis van de mensen om mee te kunnen praten vullen. Dus wie zit achter European Citizens Bank? Dus Maarten heeft het al een deels uitgelegd, maar ik kan een woordje zeggen over de financiering ervan. Dus we zijn gecofinancierd door de Europese Commissie, European for Citizens Program, die als doel heeft om de burgerparticipatie op een Europese niveau te vergroten.
We zijn ook gefinancierd door Open Society Foundations. En dat is een foundation die vooral maatschappelijke organisaties financiert, die als doel hebben om mensen een stem te geven in de beslissingen die hun raken. En een laatste, denk ik, dat Maarten nog niet over heeft gesproken, is Rethinking Economics. Dus dat is een studentenorganisatie, is een studentenorganisatie die streeft voor diversiteit in economisch denken. En natuurlijk, dit zijn de partners in Nederland, maar hebben we nog veel meer partners in de andere landen ook nog. Dus concreet gezien, wat is nu European Citizens Bank? Het is een... Sorry dat ik je even onderbreek, maar het lijkt alsof de slides niet verspringen terwijl jij wel iets ziet. Ah, de slide springt niet? Nee, wij zitten nog naar de eerste te kijken in de preview. Oei, oei, oei. Dat is niet goed. Oké, we gaan terug beginnen. Zie je nu mijn scherm? Ja, scherm wel, maar in de preview. Dus je moet hem op present zetten. Ja, preview. Dus jullie hebben waarschijnlijk niet deze gezien. Dit gezien? Beter. Ja, dank je. Dus dat was de eerste slide waar ik dus heb verteld van die strategieherziening. Je ziet hier de president Christine Lagarde. Nu, zien jullie mijn volgende slide? Goed, dat zijn de partners. Sorry. En nu zitten we dus op de online platform voor burgerparticipatie. Dus... concreet gezien, wat is European Citizens Bank? Het is eigenlijk een instrument voor burgerparticipatie in de zin dat we mensen de middelen willen geven om te kunnen meepraten. Dus wat zijn de vier dingen dat mensen kunnen doen? Ze kunnen leren, ze kunnen bespreken, ze kunnen voorstellen en ze kunnen actie nemen. En dat ga ik snel uitleggen door terug naar mijn screen te gaan en eigenlijk direct het platform te laten zien. En zeg maar of dat jullie alles goed zien. Zitten jullie nu op het beginnershandboek? Prima. Dus mensen die geen kennis hebben of heel weinig kennis op gebied van monetair beleid, Europese Centrale Bank, raden we aan om eerst eigenlijk het beginnershandboek te bekijken. Hier heb je de wat, hoe, waarom van de Europese Centrale Bank. We hebben ook een begrippenlijst gemaakt, wat dat Maarten het al over heeft gesproken, om net die hele lange, moeilijke, technische woorden uit te leggen. En die begrippenlijst, er zijn links in heel het platform naar die begrippenlijst. Dus telkens dat er een tekst is, kan je op een link klikken dat terug naar die begrippenlijst gaan. Dus voor de mensen die al een beetje voorkennis hebben, jullie zijn misschien geïnteresseerd in, oké, wat is nu de content van het platform en hoe is dat gestructureerd? Dus we willen natuurlijk met deze platform de link maken tussen het dagelijkse leven van mensen en het werk van de Europese Centrale Bank. Dus we zijn ook begonnen met mensen. We hebben veel mensen benaderd en research gedaan over wat zijn nu de grootste zorgen van burgers vandaag over de economie van vandaag. En we zijn dus tot 11 van de grootste zorgen gekomen dat je hier op deze slide ziet. Dus om dan de link te maken tussen deze zorgen en de werk van de Europese Centrale Bank en wat dat de Europese Centrale Bank zou kunnen doen in de toekomst, want daar hebben we het over, de strategie, evaluatie van de strategie, hebben we tot een aantal of 6 stellingen gekomen. En die stellingen die zijn pogingen om oplossingen te bieden voor de zorgen van de burgers. Dus ik zal het concreet maken. Ik ben een burger en ik ben bezorgd dat het grote geld bijdraagt aan de klimaatcrisis. Dus als ik dan op het platform ga, nu kan ik eventjes niet mijn keuze zien. Ik ga op het platform. Ik ben bezorgd dat het grote geld bijdraagt aan de klimaatcrisis. Dus ik klik hierop. Dan kom ik op een pagina dat de zorg een beetje uitlegt in de woorden van de burgers die we hebben benaderd. En hier is de stelling, meer groen. Dus de stelling is een algemene richting dat de Europese Centrale Bank zou kunnen nemen. Dus in dit geval is het duidelijk, maar in dit geval zou de Europese Centrale Bank meer kunnen doen om de groene transitie te ondersteunen. Je kan met al het inhoud op het platform kan je steunen, je kan volgen. En als je naar beneden scrolt, kan je ook commentaar geven.
Dus ik klik op meer groen. Ik vind dat interessant. Ik wil inderdaad dat we, dat we de klimaatcrisis oplossen. En dan kom je eigenlijk op een pagina waar dat je een samenvatting hebt van wat dat de bank vandaag doet of niet doet rond de groene transitie. En een samenvatting. Hier zijn al de hyperlinks naar de begrippenlijst. Bijvoorbeeld als je niet weet wat kwantitatieve verruimingsprogramma's is, dan kan je best hierop klikken. Er is een samenvatting van het debat. Wat spreken we eigenlijk over als we zeggen dat de Europese Centrale Bank meer zou moeten doen voor de groene transitie? En dan, op de basis van die stelling, hebben wij zelf al een paar voorstellen gemaakt. En de voorstellen zijn eigenlijk concrete acties dat de Europese Centrale Bank zou kunnen nemen. Ze zijn geïnspireerd door de stellingen, maar ze zijn ook onafhankelijk uitvoerbaar door de Europese Centrale Bank. En dus mensen die op het platform komen, kunnen een beetje mixen welke voorstellen dat ze goed vinden of niet. Ze kunnen stemmen, commentaar geven en ze kunnen ook zelf hun voorstellen bijdragen. Nu, er zijn misschien veel mensen die denken van ja, ik ben maar net begonnen met monetair beleid en mijn kennis op te bouwen van de Europese Centrale Bank. Ik voel mij wel nu niet in staat om een voorstel te maken. Wat kan ik nog doen? Dus zoals ik al gezegd heb, je kan stemmen, je kan commentaar geven, maar je kan je ook verdiepen in de verschillende thema's op het platform door je in te schrijven voor de webinars. Dus zeg nu ook dat je mijn scherm ziet. Dus nu hebben we het over de interactieve webinars. Dus als je nu een interesse hebt in de kloof tussen arm en rijk neemt toe, ik zie lokale bedrijven die failliet gaan. Als je een interesse hebt in van oké, maar hoe is dat gerelateerd met het werk van de Europese Centrale Bank, dan is misschien de webinar over de rol van de Europese Centrale Bank bij het ondersteunen van de economie na COVID een interessante webinar om te volgen, omdat ze daar spreken over de grote geldcreatieprogramma's die de bank heeft opgestart tijdens de crisis. Ze spreken ook over geld geven aan mensen en kleine ondernemingen, dus om die zorg van die lokale bedrijven die failliet gaan, toe te gaan. En dan als je bijvoorbeeld, zoals ik, bezorgd bent dat het grote geld bijdraagt aan de klimaatcrisis, dan ga je misschien je inschrijven voor de webinar binnen 2 weken over wat en kan moet de Europese Centrale Bank doen voor duurzaamheid. Nu, de webinars zijn niet georganiseerd op een manier van een typische webinar waar het experten zijn die een presentatie geven en jullie luisteren. Nee, we willen echt dat het een mogelijkheid is ook voor mensen hun vragen te stellen en hun mening te delen. Dus het is echt in een Q&A-formaat dat we die webinars hebben opgesteld, gelijkaardig zoals als vandaag. En last but not least, wat je kan doen, is je inschrijven voor het eindoverleg die in september zal plaatsnemen. Dus het eindoverleg is een soort van burgerraad met 30, 40 burgers die samen gaan werken met elkaar en ook professionele begeleiders om concrete voorstellen voor de Europese Centrale Bank op te stellen. Wat gaan we dan doen met die voorstellen? Ja, we gaan ze niet alleen publiceren en lawaai rondmaken, maar we gaan ze ook echt wel presenteren aan de Europese Centrale Bank in Frankfurt. En dus 2 deelnemers van elk land gaan de mogelijkheid hebben. We zullen zien met de gezondheidscrisis hoe dat mogelijk is, maar gaan dus de mogelijkheid hebben om die voorstellen te presenteren aan de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Waarschijnlijk nu in oktober, omdat de Europese Centrale Bank nu de eind van de strategieherziening een beetje vertraagd heeft tot eind dit jaar. Dus om een snelle overview te geven van het project. Momenteel is het platform live. Je kan online gaan, je kan al de content bekijken, je kan commentaar geven, je kan stemmen. Als je wel wilt stemmen of commentaar geven, moet je wel een account maken. Dat is alleen maar een e-mail en je nationaliteit. Je kan je inschrijven voor de interactieve webinars zonder u te moeten inschrijven op het platform zelf. En dit zal allemaal mogelijk zijn tot eind september. De webinars lopen tot eind juni, maar de platform is tot eind september. En dan in september gaan we dus door een gerandomiseerde selectie
35 burgers kiezen van de mensen die zich hebben ingeschreven voor het eindoverleg. Nu, waarom zeg ik een gerandomiseerde selectie? Dus als je je inschrijft voor het eindoverleg, gaan we een paar vragen stellen over jouw leeftijd, jouw niveau van opleiding, etc. En van al de antwoorden die we krijgen, maken we een gerandomiseerde selectie om een zo divers mogelijk burgerraad te kunnen vormen voor deze laatste event. En dus, als je curieus bent na deze webinar om direct in gang te schieten, dan kan je hier al direct de link zien, het europeancitizensbank.nl. Je hebt daar ook de e-mail staan als er vragen zijn. En dat zal meestal ik zijn die vragen beantwoord. En dus ik kijk ernaar uit om jullie daar te zien. Dank je. Dankjewel, Vicky. Ik zie in de chat, zijn wat vragen eigenlijk... De eerste vraag die mij te binnen schoot is, waarom, het zijn natuurlijk heel veel goede ideeën. We kunnen natuurlijk ook tegen de ECB zeggen, nou doe dat maar allemaal. Waarom zouden we nog gaan stemmen? Ja, omdat we het belangrijk vinden dat de mensen ook moeten zeggen wat dat voor hen belangrijk is. En ik denk ook dat er verschillen zijn tussen de verschillende landen. Dus het gaat ook interessant zijn op het eind van dit project om de verschillen en de prioriteiten te zien. En op laatste natuurlijk ook voor de burgerraad. Ja, het zou een heel lange burgerraad zijn als we al de voorstellen moesten bespreken. Met meer centjes zou dat misschien allemaal mogelijk zijn. Dat is ook nog iets dat ik wil zeggen. Met meer centjes zouden we ook meer landen dit project kunnen opstarten. Maar dit is als een eerste poging om te laten zien eigenlijk dat zo'n burgerparticipatie-instrumenten wel kunnen werken en om die ook te promoten. Ja, want ik zie dat je daarmee meteen al een deel van de vraag van Connie Berger hebt beantwoord. Die zegt van, hoe zit het met eigenlijk de initiatieven die hier staan? Lijken wat meer lokaal. En de Europese Centrale Bank heeft natuurlijk een Europese focus. Waar blijft dan dat Europese in de voorstellen? Hoe gaan we dat Europees breed krijgen? Ja, voor al de landen bedoel je? Ja, ik zeg het, als we meer funding zouden zoeken en eigenlijk een groter budget hebben en met meerdere organisaties kunnen samenwerken, dan kunnen we dat Europees wijd maken. Nu met huidige budget moesten we zekere landen kiezen, wat dat niet ideaal is natuurlijk. Maar ik zeg het, het is een eerste poging om dit te doen en om zo'n soort initiatieven eigenlijk te starten. Dus het is ook een uitnodiging, of je zou het kunnen zien als een experiment waar we nog veel van kunnen leren. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja, mooi, dankjewel. Ik zit nog even te kijken of er nog andere vragen zijn. Ja, de getoonde website is natuurlijk niet alleen specifiek voor Nederland. We hebben nu het Nederlandse gedeelte laten zien. Dus dat is een goede vraag van Connie. Kunnen we niet ook starten met een National Citizens Bank? Nou ja, dat is, als we hem binnen een Nederlandse context doen, is dat natuurlijk wat er nu gebeurt. En het is ook wel interessant, we spreken natuurlijk ook over de Nederlandse Centrale Bank. We zijn ook in gesprek met de Nederlandse Centrale Bank. En die gaan ook naar de resultaten van dit project bekijken. Dus het gaat zeker ook over de Nederlandse context. Maar ik wil natuurlijk ook wel zeggen dat de content op het platform ook wel open is voor andere mensen, bijvoorbeeld uit België. Ik ben zelf Belgisch. Het is ook wel relevant voor België, maar we hebben een land moeten kiezen en al de webinars zijn in de context van Nederland. Ja, ja. En de zorg die Fred Verbeek in de chat zet, is het onderwerp niet te moeilijk voor een burgerberaad? En ik vind de tweede zin van de vraag wel prikkelend. Kunnen burgers eigenlijk wel tot adviezen komen die deskundigen niet kunnen bedenken? Misschien is dat ook een leuk bruggetje zo naar de presentatie van Jasper. Maar misschien wil je daar nog even op reageren. Ja, ik denk net dat mensen die niet experten zijn soms mee moeten denken. En het is zeker niet te moeilijk. Ik heb zelfs geen financiële achtergrond. Zoals Maarten heeft uitgelegd, ik heb rechten gestudeerd. Ik ben meer een expert in de Europese, hoe dat de Europese Unie werkt dan monetair beleid. Maar ik heb eigenlijk deelgenomen in de voorbereiding van al de content die online staat. Net om te zien of dat het wel mogelijk is voor mensen zoals ik om het te begrijpen. Dus ik denk het absoluut. Het probleem vandaag is gewoon dat al die moeilijke woorden die worden gebruikt, die worden niet uitgelegd. En uiteindelijk is het ook niet moeilijk om te begrijpen. Nou,
denk, dankjewel voor nu, Vicky. Er komen straks vast nog wel wat vragen binnen en dan komen we weer bij je terug.